Hoe ziet jouw ideale schrijfdag eruit? Ik denk, mijn schrijfdag begint ideaal gezien ergens op een terrasje 's ochtends. Waar je 's ochtends op een terrasje kan zitten, dus in Italië, in Zuid-Frankrijk. Met een espresso, misschien een croissantje erbij. En een laptop bij een leuk cafeetje op een leuke plek. En dat is voor mij ideaal. Voor mij is schrijven eigenlijk ook ontspannen. Dus dat doe ik graag in een ontspannen omgeving. En het is voor mij vrije tijd en die breng ik graag zo door. Waar zou je wel willen wonen? Nou ja, op een plek waar je dat 's ochtends kan doen, in Zuid-Italië, in Frankrijk. In een mooi oud stadje bijvoorbeeld. Dicht bij de zee is ook leuk, met mooi uitzicht. Maar gegeven dat dat niet zo is, vind ik Amsterdam ook een hele fijne plek. Ik woon hier met veel plezier. Het is een hele fijne, leefbare stad. Welk talent had je graag willen hebben? Ik had graag willen kunnen tekenen. Ik heb een zoontje van 5 en ik leer eigenlijk nu pas om te tekenen. Ik moet voor hem allerlei dingetjes maken. Net doen of ik het ook kan, of ik het ook leuk vind. Ik vind het ook wel leuk, maar ik vind het nog behoorlijk moeilijk. Ik leer het wel. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik wilde dit boek schrijven omdat ik het leuk vind om te schrijven. Ik vind het leuk om te bakken. Ik heb het privilege dat ik dat kan combineren, dat ik het allebei kan doen. Ik vind het ook leuk om de recepten en de werkwijze die we zelf ontwikkeld hebben in onze bakkerij te delen met andere mensen. Het gaat erom het plezier wat je mensen kan geven. Dat kan zijn door iets voor ze te bakken. Maar het kan ook zijn door mensen te leren of te laten zien hoe je eigenlijk vrij eenvoudig zelf iets heel lekkers kan maken. Wat is het geheim achter de beste croissants van Amsterdam? Dat is natuurlijk een geheim. Dat is een goede vraag. Wat ik denk dat wel belangrijk is, is dat we ze ten eerste echt zelf maken. Dat is wel een eerste stap. Ten tweede dat we geen gekke ingrediënten gebruiken. En gek genoeg wordt voor bijna alle croissantjes ongeveer dezelfde boter gebruikt. Door goede gerenommeerde merken gemaakt. Maar boter die gemanipuleerd is, waardoor je veel makkelijker ermee kan werken. En ik denk zelf dat de smaak niet ten goede komt van de croissants. Dus wij gebruiken echte boter. Dat werkt een stuk lastiger, maar het maakt ze veel lekkerder. En wat ook helpt, is dat ik langzamerhand steeds meer van degen snap. En daardoor het deeg ook op een hele lekkere en eigen manier kan maken en kan bakken. En tot slot is het geheim dat we heel erg hard en heel erg snel werken als we ze maken. Met die echte boter, die snelt zo weg. Moeten we zorgen dat we in een bakkerij waar het eigenlijk veel te warm is voor croissantjes, de croissantjes zelf mooi koud houden. Dus dat is ook onderdeel van het geheim. Heel hard werken. Waarom de titel Patisserie van de Bakker en niet van de patissier? Heel simpelweg, ik ben geen patissier. Banketbakker is echt een aparte opleiding, een echt een apart vak. Waarbij je leert heel precies te werken. Heel handig wordt in bepaalde dingen. Je kan suikerwerkjes maken, je kan taarten in allemaal lagen maken. Heel mooi decoreerde. En wij maken de patisserie eigenlijk als bakker, als broodbakker. En dat betekent dat het wat minder om het uiterlijk gaat, maar wel heel erg om de smaak en de structuur. De structuur van het beslag, de structuur van het deeg. En dus ook van de brownie die je uiteindelijk eet, of de scones, of de taartjes. En het fijne van de patisserie die wij maken is dat het ook heel toegankelijk is. Het is eigenlijk heel makkelijk. Het zijn allemaal dingen die wij als broodbakkers goed aankunnen. Dus we kunnen, als we 's ochtends een deeg aanzetten, dan staat dat deeg even te rusten. En dat is de tijd die wij gebruiken om meteen een aantal taartjes te maken en de brownies te maken. En dat moet dan in een half uurtje passen. Het moet simpel zijn. En dat maakt het ook heel toegankelijk, denk ik. Als ik dit boek in mijn handen heb, voel ik me heel trots. Ik voel me vooral heel trots. Ik vind het vooral heel erg leuk dat met hetzelfde team als het vorige boek, het broodboek, wat heel succesvol was, we een ander boek hebben gemaakt wat ergens anders over gaat en ook heel anders is geworden. Het past heel goed bij elkaar, het past heel mooi bij het broodboek. Maar het is ook iets eigens geworden. Het past ook bij de patisserie. Dezelfde fotograaf, maar de foto's zijn anders, zijn wat helderder. Dezelfde vormgeefster, maar wat meer kleurgebruik. Waardoor het echt heel mooi zichzelf is geworden weer. En daar ben ik vooral heel trots op. Ik ben ook heel blij met de ruimte die we gekregen hebben om het zo te maken als we wilden.